baasje. Kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, dat u weer naar Spanje rijdt. Ik heb de tekst niet meer. De laatste staan. En we zingen en we zingen en we zijn zo blij. Want er zijn geen zwarte k***en bij. En we zingen en we zingen en we zijn zo blij. Want er zijn geen zwarte k***en bij. Welkom Sinterklaas. Goedemiddag Jan. Dag, dag. Goedemiddag Dennis. Sinterklaas. Goedendag Sinterklaas. Goedemiddag. Hoe is het Sint-Nicolaas? Heel druk. Druk. Fijn dat u weer in het land bent. Ja, alleen ik heb één nadeel hier in Nederland. Die zonnepanelen zijn levensgevaarlijk. Oh, we gaan niet lullen over die zonnepanelen. Nee, weet ik maar. Je wilt ze niet verkopen bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Met het paard. Dat paard in zit ook geen grote moer. Niet zei ik over zonnepanelen. We hebben het al slecht in de zonnepanelenbrand. Ik dacht dat u zou beginnen, Sinterklaas, dat u niet meer met de zwarte p*** het land in mag. Dat mag niet meer, maar dat is sinds vorige week is dat weer veranderd. Ja. Want alles wordt anders. Nou, laten we het open. Nu Geert aan de lijn staat. Sinterklaas. Ja. Pittig, we hebben Sinterklaas. Bent u blij, Sinterklaas, dat er weer een zwart u komt helpen? Ja, die helpen nu al. Oh, wat fijn. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk Sinterklaas in de studio. Maar we hebben natuurlijk ook de verkiezingen gehad. Sinterklaas, waar hebt u op gestemd? Op de PVV. Oh! Hartstikke idee. Nou, gefeliciteerd Sinterklaasie. Want ik vind het natuurlijk erg. Even vanavond weer gehoord op het nieuws. Kinderen van mensen die het niet kunnen betalen, kunnen niet op zwemles en die krijgen geen zwemdiploma. Ja. Oh, dat was de reden dat u op de PVV stemde. Ja, zeker. En dat de mensen weer gewoon aan het einde van de maand iets overhielden. Ja. En de benzine wat goedkoper werd. Ja. Dus Geert. Maar ik had u gisteren aan de telefoon. En toen zei u tegen mij, ik had de PVV gezegd, eruit met die pleurensooi, zei u tegen mij. Ja, weg met de rest. Ja, dat is toch wat anders dan die zwemdiploma's. Ja, dat is gewoon zo. Nu is Geert de Grote, maar er gaat helemaal niks gebeuren. Want over 3 maanden moeten we weer stemmen, omdat er geen coalitie te vormen valt. Ja, dat verwacht ik echt. Nee, maar dan negativiteit. Nee, dat gaat niet gebeuren. Wij hebben ons land teruggewonnen. We gaan weer leven. Nederland is weer voor de... Nederlanders. Hoppakee. Nederlanders terug op. In. Yes. Ja, zo zou. Ja, nee. Ja. Ik stond na de verkiezingsuitslag bij mij op het balkon. En toen stond ik zo met de stoel in de lucht. En dan kijk ik uit op het huis van Pieter Omtzigt. En toen heb ik zo, kaas is de baas. Dat soort dingen heb ik gezongen. Wij zijn Nederland. Ja, ik het mag heel even. We hebben ons land teruggewonnen. En ik wil aan al die mensen zeggen die hier de boel verstieren in Nederland, die niet mee willen doen, jullie gaan eruit. Ik vind zo, die niet mee willen doen, eruit. Eruit. Oh, u neemt ze mee. In de zak. Zo kennen. Zo, dat bedoel ik. Nou, dit is welkom bij PVV TV. wij hebben hier een xenofobe, oude, boomer, witte, cisgender man zitten. U bent man, of twijfelt u? Non-binair. Dat wil je nog even voelen, ook misschien. Prima. Ja, nee, dank u Sinterklaas. Ik ben geen transgender. Ik ben gewoon een man. En daarom gesproken, die transgenders, hè, mensen die denken dat ze non-binair zijn, of vroeger aan die transgender dingen doen, gaan we ook niet meer aan meedoen. Nee, hoppakee. Oh, wel Sinterklaas. Hoppatee, dan doe je dat maar lekker. Ik heb een idee. Oh, ja? Al die zwarten die terugkomen naar Nederland, ja. Sorry, niks voor zwarte. Nee, je hebt niks over zwarte. Maar ik bedoel negers. Iedere asielzoeker die binnenkomt, geeft hem een dobbelsteen. Ja. Laat hem van 1 tot 5 gooien. Ja. Van 1 tot 5. Gaat hij eruit? Moet je er gelijk uit? Ja. En bij 6? En bij 6 moet je nog een keer gooien. Hoppakee! Ja. Zo gaan we dat doen in Nederland. Deze uitzending. Kijk, maar weet je dat een beetje het raar is? Dat is... Kijk. Mensen denken misschien dat we nu Dion Grausen in het pak hebben zitten. Ja, nou, dat zou dan wat zijn. Alle stok is vast, Jan. Ja, is goed, Sinterklaas. Ik bedoel, die is stok, hè? Zo, neemt u maar een slokkie. Ja,
Ja. Dit was een slokje. Nee, niet aan die snoer trekken. Je hebt mijn mond ingeplakt, Jan. Huppadee. Heel even wat spraakwater. En dat is door. Het lijkt net of mevrouw Sinterklaas op het neusje heeft gezeten. Ja. Sinterklaas, toen heb je slokje op. Nu mag u nog één keer pogen doen om ze toe te spreken. Ja, jongens, alle, ik zou zeggen, pas je eigen aan de gemeenschap. Alle linkse. En laat het opkomen op een tweede verkiezing. En stem allemaal op links. Of sorry, op rechts. Op rechts. Rechts is toch eigenlijk de partij van Nederland. Nog één keer. Ja, jongens. Ik ben voor links. En ik hoop heel Nederland is voor links. Ja? En degene die mee wil doen, ja, die rolt me op. Sinterklaas. U bent niet voor links. Ik ben voor links. Ik ben voor rechts. Ja! Godverdomme, ik word hier wel steeds zenuwachtig. Je bent steeds zenuwachtig. Je bent 143. Je weet het verschil tussen links en rechts. Ja, maar weet ik wel. Nou, we doen nog één keer. Ik ben een dagje ouder. Ja, is ook waar, Sinterklaas. Jongens, ik zou zeggen, ik ben voor Geert. Hoppa. En heel Nederland is voor Geert natuurlijk. Want anders had je niet gewonnen. Ja. En ik bedoel, als je dan niet voor Geert bent en je bent links, dan moet je gewoon, ja, de kosten weg kiezen, jongens. En de grenzen gaan dicht. En dan? Ja, op rotte, hè. Ja. Ja. Ik moet niet meer veilig, hoor. Nee, ik word er voor de tweede keer in gelukt. En dan gaan we door, want we gaan naar de uitzending. Naar de uitzending? Ja, en wat voor een uitzending? Want ik kan u vertellen, we hebben ontzettend veel scoops. De scoopdichtheid is walgelijk, vreselijk en enorm, want heel veel. Ja. Dus, Jan, kom op maar aan, we hebben de scoops. Zal ik dat ding gewoon eens wegleggen? Want u zit de hele tijd met die staaf in de handen. Zelfverdediging, Jan. Nou, hem vast. Ja. En dan gaan we naar eigenlijk wel de scoop van de uitzending. De scoop der scoops. De homo scoopers of alles. Ja, en dan zal ik hem maar eigenlijk direct weggeven. Daarna bouw ik hem op. Wendy van Hout, en dat is de nieuwe lover van Peter Gillis. Mr. Lover Lover. Slaat haar zoontje van 5. Verschrikkelijk. Ja, en daar zit jeugdzorg nu op. Zij mishandelt haar zoontje al, nou, enkele jaren. We kunnen heel wat vertellen, maar wij houden van harde grapjes. Sinterklaas, wij houden van harde grapjes. Maar kinderen slaan, daar houden we niet van. Nou, of ze moeten 16 zijn en je uitdagen voor het café, dan sla ik je op je bek. Dat geef ik eerlijk toe. Goed, Wendy van Oud heeft nu dus sinds kort een relatie met Peter Gillis. Maar Wendy Blond heeft ook 5 kinderen met heel veel verschillende mannen. Echt? Ja. Hoeveel? 5. 5 verschillende mannen ook? Ja, zover ik begreep. 5 kinderen bij 5 verschillende mannen? Ja. Wat een ontzettende stoep, je weet wel. Stoep, ja. Een stoep, je weet wel. Stoephoest. Stophoest. Goed. Wendy van Hout kreeg op een gegeven moment ook een relatie met een zekere Joey. Ja, die leerde zij online kennen, hadden contact met elkaar en eigenlijk raakte Wendy na 2 weken al zwanger. Dat is snel. Dat was het 5e kind waar Wendy zwanger van werd. Wendy had er dus al 4 van 4 andere verschillende mannen. Heel veel drama en ook die kinderen stonden onder toezicht. Echt? Ja. En die, ja. Nou ja, goed. Op een gegeven moment kwam dus het zoontje, Joey, kwam eruit. Maar zij gingen uit elkaar met elkaar. En waarom? Omdat Joey, net zoals hun zoontje Joey. Joey heeft zijn zoontje vernoemd naar zichzelf. Ik wou zeggen, dat is ingewikkeld. Ja, die heet ook Joey. Ja, het is een beetje zo'n familie met veel tattoos. Ah. Ja, in die hoek. Maar allemaal een lief, warm gezin. Maar dat ging mis toen Wendy, de dochter van Joey, want Joey had een dochter uit een eerdere relatie, sloeg met een deurklink. Wat? Ja, met een deurklink. Met een deurklink zo paf! Ja, ik heb daar foto's van gezien. Je zag een foto van die meid, die was 16. Het bloed stroomde op haar gezicht. Ja. Een meid van 16... Die mishandeld wordt met een deurklink. Door Wendy van Hout. En toen zei ik tegen die man, ik zeg maar, hoe zit dat dan? Want ja, stond zij daar net onder die deurklink en deed zij tak. Nee, Wendy haalde altijd vanaf de buitenkant alle deurklinken eruit. Omdat Wendy nogal een beetje paranoia was dat mensen binnen zouden komen. Oké. Ja, een beetje een raar verhaal. Dus ze had die deurklinken allemaal op de aarde liggen. Ze had ruzie, pakte een klink, sloeg haar. Dus die Wendy, die is niet, nou ja, laten we eerlijk zijn.
Die is ook een beetje gek. Ja, die is niet alleen agressief. Want ze slaat dus kinderen van 5. Ze slaat een meisje van 16 met een deurklink. Maar die is ook gek, want die haalt de deurklink eraf. Nou, sterker nog, van Joey begreep ik. Joey senior. Ja. Begreep ik dus ook. Toen hij haar ontmoette, had ze een wietplantage. En toen zei hij, dat wist ik pas toen ze zwanger was. Ik was daar klaar mee. Dus zei ik, ik wil eerst dat jij die wietplantage helemaal weghaalt. Heeft hij haar mee geholpen? Toen gingen hun dus samen. Die zegt, ja, die vrouw was paranoïde. Dus ze was al zwanger. Dus we wouden wel kijken of de relatie kon worden. Dat lukte ook. Alleen op een gegeven moment hadden ze dus de deurklinken eraf. Het werd van kwaad naar gekker. En toen sloeg zij op een gegeven moment dus mijn dochter met een deurklink. Ja. Toen heb ik de relatie beëindigd. En op dat moment ging Joey in principe mee met Wendy. Nou, zegt hij, dat werd een drama, want Wendy kreeg een relatie met die kapper. Weet je wel, dat kwam ook vaak. Oh ja, ja. Die kapper waar uiteindelijk ook weer Nicoleke Worstenbroodsnolleke mee is geweest. Precies, precies. Dus was het allemaal... Wat een soap! Was een pak gedoe en heel veel gedoe. En hij zegt op een gegeven moment, was Joey op school geweest en toen werd ik gebeld door de school. Ja. In groep 1, omdat de school een melding had gedaan bij jeugdzorg. En die melding heb ik gezien. Die man, die vader, stond hier net voor het gebouw. En die heeft mij inzage gegeven tot die papieren. En die school heeft een melding gedaan bij jeugdzorg dat Joey Junior had verteld op school in groep 1. Ja, luister, mama slaat mij en knijpt mij. Oh. En, nee. Ja, dus is er een ondertoezichtstelling uitgesproken. En gaan zij, want bij jeugdzorg is het ook een behoorlijk potje, van volg naar volg die zich ermee bemoeit. Maar Joey senior zegt nu, ja, ik ben er klaar mee. Zij neemt dat kind iedere keer stiekem mee naar België, wat niet mag. Want hij staat onder toezicht. Ja. Als je naar het buitenland wil, moet je er eigenlijk voor beide ouders een grabbel hebben op papier. Klopt. Dus hij mag niet naar België, maar Peter woont in België. Ja. En dan gaan ze in. Iedere keer zegt zij ook... zij wil mij kapot maken. Omdat ik wil dat haar voogdij wordt afgepakt. Omdat zij ons kind slaat. Ja. Nou, en wat doet zij? Iedere keer gaat zij met Peter procederen in rechtszaken in Spanje. Moet je je voorstellen, die Joey heeft weinig geld. Ja. Peter en Wendy dus ondertussen wel. Vooral Peter. En die procederen hem. Want die willen niks anders dan dat Joey... Joey niet meer mag zien. Jezus. Maar dat die Peter Gillis zich toch hier weer... mee bemoeid. Kijk, Peter Gillis is natuurlijk zelf ook niet te geloven varken. Maar dat jij je met dit soort zaken bemoeit. En dan geld van jezelf. Nou, eigenlijk van Talpa. Maar dat maakt John de Mol me niet uit. Hè, wat je met die centen doet. Dat je dan rechtszaken gaat starten om een kind bij zijn vader weg te halen. Die mishandeld wordt door je eigen vriendin. Ja. Het is om je dood te spaarschamen, dikke gehaktbal. Maar ook zo'n, denk ik dan, als ik die papieren zo inkiet. Dat zo'n jeugdzorg op een gegeven moment niet zegt van... jij neemt dat kind structureel mee naar België. Ja. En, ja, maar luister, die jeugdzorg is toch echt een tering met... Ja, je bent er waarschijnlijk hele jeugd mee in aanraking geweest. Maar als je verhalen hoort over jeugdzorg, dat is toch een drama. Er werken 6 miljard part-time vrouwen. Dus om de dag krijg je een ander bij je. Ja, die dan het dossier nog even moet inlezen. Ja. Niemand pakt door. Niemand is zeg maar case manager. Want ze delen het met z'n allen op. En dan werken ook nog weer allemaal verschillende stichtingen naast elkaar. Dus uiteindelijk zitten er 36 mensen op één kind. Gebeurt geen klote. Behalve dat het kind alleen maar verder de put in gaat. Is dit wel een beetje een goede analyse, Dennis? Ja. Nou? Ja, dat is wel een beetje een soort... Dankjewel. Maar als ik dan ook die papier zag... uiteindelijk zie je ook dat school verklaart. Ja, moet je luisteren. Als Wendy het Joey komt ophalen, huilt hij. En uiteindelijk als ze komt, wordt hij zelfs agressief. Oh. En die melding heeft de school ook bij jeugdzorg gemaakt. Ondertussen is die kleine Joey op school, op de basisschool... ook niet meer te handhaven. Want hij wordt ook agressief naar andere leerlingen. Ja. Dat is dus een zoontje die volledig ontspoort. Die vader weet niet meer wat hij moet doen. Omdat zijn moeder hem steeds meeneemt naar een plek waar hij niet naartoe wil. Dat geeft hij ook aan. En hem daar dus mishandelt. Maar dat wordt gewoon niet doorgepakt. Ja, nou ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Moet je nagaan, John de Mol. Nu steent je deze vrouw weer uit. En dan gaan we door, want we gaan naar Sander Schimmelpenning. Vorige week hadden we hem besproken. Wat was hij boos, die kleine vervelende stinkerbouter. Oi, oi, oi. Kent u Sander Schimmelpenning? Nee, ik ken hem niet. Oh. Ik ken wel die sigaar Schimmelpenning. Dat is een goed sigaar. Maar verder ken ik... Ik ken hem verder niet. Nee. Zijn die sigaren ook van die familie? Ja, zijn ook van die familie. Ja. Dat zijn bruine sigaren. Ja. Ja, dat kan niet van. Ja, die hadden vroeger slaven, de familie Schimmelpenning. Ja, precies. Ja. Ze waren ook zeg maar bruin in de oorlog. Dus dan wel. Die waren fout in de oorlog. En weet je, zeker. Heb ik gehoord van jou waar die vader van Sander ooit bij is betrokken in het kasteel in Diepenheim? Nou? Ja. Merder. Ja. Merder. Verschrikkelijk. Moord. Moord. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de oom van Sander. De oom van Sander, zijn opmerking, die is voor sodomie aangeslagen. Want die probeerde zijn vrouw
in het poepetje draaien. Zoals ze in Frankrijk zeggen, dans le poupère. Dans le poupère. Hebt u dat wel eens geprobeerd bij uw vrouw? Nou, goed luister, want dat is privé, hè? Sinterklaas heeft geen vrouw, hè? Maar, oh ja, klopt. Maar als u dat wel eens geprobeerd hebt, heeft u er toen een klein beetje spuug op gedaan. Nee. Gewoon nee, droog nee, erin? Nee. Dat pijnlijk. Maar goed, na de laatste uitzending van vorige week heeft er iemand geklaagd. Oh, ja, en die heeft bij geklaagd ons? Bij Brand New Day. Want Brand Sander Schimmelpennink is natuurlijk het gezicht van Brand New Day. Dat ziet u achter. En die heeft op een gegeven moment gemaild naar Brand New Day, waar hij klant is. Ik weet niet bij wie ik mijn klacht kwijt kan. Ik ben een tevreden klant bij Brand New Day. Echter, ik erger mij rot om in de media door jullie boegbeeld Schimmelpennink te worden weggezet als dom rechts. Ben je niet links, dan ben je dom rechts. Nu erger ik mij en veel rot wanneer jullie bedrijfsnaam met het hoofd Schimmelpennink op tv voorbij komt. Is jullie bedrijf wel politiek gekleurd en hebben jullie rechtse stemmers wel iets bij jullie te zoeken? Nou, die was dus kwaad. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Brievenschrijvers zijn vaak een beetje eenzame, teleurgestelde, boze burgers. Maar in dit geval heeft de man natuurlijk gewoon gelijk. Sander Schimmelpennink is een uitgesproken, extreem linkse, kwaaie man die iedereen alles uitscheldt. En die moet een reclame maken. Ja. Ja, ik zou dus nooit naar dat merk gaan. Ja, nou, Brandon Deal heeft een heel epistel teruggeschreven. En dat kunnen we allemaal gaan voorlezen, maar dat doe ik jullie niet aan. Kraken. Maar het antwoord van Bas van Beurzenkom, de commercieel directeur van Brandon Deal. Hatsiki datsi. Per 1 januari ligt Sander eruit. Ah! Ja. Het gaat maar door, hè. Het gaat maar door. Eerst weer het geertje. En nu zal Schimmelpennink er 1 januari eruit. Het gaat maar door. Vraag toch geweest niet, Sinterklaas. Helemaal door. Dat wil ik zeggen. Zo gaat dat. Ja. Nee, ja, Sander Schimmelpennink, ze gaan het dus niet meer door. Ze hebben de keuze op Sander gelegd omdat hij betrouwbaarheid zou uitzien. Ja, dat is niet zo. En dan denk ik, als het om geld gaat, betrouwbaarheid. En iemand die kennis heeft, hebben wij gekozen voor Sander Schimmelpennink. Maar, ze hebben toch wel her en der negatieve berichten gekregen. Per 1 januari geen commercials meer met Sander Schimmelpennink. Het is klaar. Geweldig. Sander niet weer ophangen met Dennis Schouten. Dat is echt belangrijk. Hoezo bel je mij met 3 verschillende nummers? Wat is dit? Ja, nou ja, omdat ik jou graag wil bereiken. Wat moet ik dan anders doen? Ik wou bijna het vliegtuig pakken naar Zweden. Dus. Maar, ik heb de hele T-Mobile simkaartjes leeggehaald. Maar die kan nou al die telefoons weggooien. Zeg, fijn dat ik je spreek. Hoe is het? Nou, met mij gaat het goed. Alleen, wij hebben ontzettend last van jullie volgers. Die constant... de meest idiote berichten sturen. Het is werkelijk ongelooflijk wat jouw volgers allemaal schade aanrichten bij niet alleen mijzelf, maar ook bij mijn omgeving. Ja, en dat allemaal omdat jij een keer scheve schaats hebt geschaatst. Nou, dat is stom. Ja, dat heb ik helemaal niet. Daar gaat het natuurlijk niet om. Kijk, het gaat erom dat zij extreem rechts stemmen en dat ik natuurlijk jullie kop van jut ben, omdat ik daar iets tegen zeg. Dus of het nou leugens zijn over mijn familie of leugens over mijn privéleven, dat maakt niet uit, want het is heel duidelijk dat jullie al een half jaar een soort campagne voeren tegen mij met alle leugens die je maar bij elkaar kan. Het zit er toch weer in, hè? Ik heb een gebied. Maar hij lult me door, hè? Hij lult allemaal even weg. Blablabla. Brand New Day. Ja. Nou ja, we wouden toch even... je zegt ze allemaal extreem rechts. Nou ja, extreem rechts heeft de verkiezingen gewonnen. Dennis, even. Ja. Ben jij nu aan het opnemen of ben je nu aan het... Nee, we zijn niet aan het opnemen. Ja, we. Dus nee, we. Ja, ik zit naast Jan, maar we zijn klaar. Dus er waren een hele leuke uitzendingen vandaag. Met Sinterklaas. Met Sinterklaas, die was bij ons. Wij wouden het hebben over Brand New Day. Dus dit is even buiten de uitzending. We hebben een brief. Nee. Ik heb het nergens met jullie over. Maar jullie moeten even beseffen wat jullie doen. En wat met name jullie volgers doen. Want dat is gewoon... Wat ga jij vanavond eigenlijk eten? Spinazie. Ik heb gisteren een heerlijke lasagne aangemaakt. Ja, leuk. En die wil ik toch weer opnieuw. Wat ga jij eten? Ik ga naar de Mac. De Mac? Lekker. Nee, ik ben aan het feesten. Dat is echt voor extreem rechtse mensen, de Mac. Ja, zo waar. Als je niet verantwoordelijk voelt voor het aanzetten van strafbare feiten... En morgen vroeg, wat ga je daar ontbijten? Broodje. Nee, morgen ontbijten. Ik ben weer broodje. Ja.
Het is een keer en hou ermee op, want het is stalking, het is intimidatie, het is iets wat niet mag en dat doen jullie. En jullie moeten ophouden met mensen uit mijn omgeving lastig te vallen. Maar als je zo'n uitzending dan als vorige week terugkijkt, denk je dan ook niet van je praat heel principieel, boosdoen. Maar denk je ook niet? Een grof schandaal wat jullie doen. Ieder normaal mens vindt dat. Dat jullie dat zelf niet zien, dat is heel treurig. Maar ik heb niet de illusie dat ik jullie aan je verstand kan praten, dat wat jullie doen niet kan. Juist wel, want wij wouden dus juist iets journalistieker doen door hoor en wederhoor toe te passen. In plaats van zomaar te roepen dat je vreemd ging. Jullie zitten nu weer in die uitzending. Nee, ik zit niet in die uitzending. Ik wil gewoon. Zonde. Zijn we toch in de uitzending? Ja. Zonde. Ja, dat was toch dat we even zaten schildpennen die op alle telefoons terugbelden. Maar je kunt niet met die man praten, hè? Die hoort zichzelf graag praten. En het rare is dus, hij noemt iedereen fascist, nazi, extreem rechts. Iedereen. En wordt dus boos dat andere mensen mening over hem hebben. Ja. Dat is wel raar. Maar het is een beetje een sneu aapje. Ja. Ik vind het jammer dat hij altijd zo kwaad is. Want we hadden hem dus kunnen vertellen, de scoop, dat hij bij Brand New Day eruit werd geflikkerd. Ja, maar daar heeft hij kans niet voor. Daar krijg je de kans niet voor. Heb je nu Sander gezien? Ja, ik zei het niet. Wie is er uitleg? Ja, ik vind boerenlul. Boerenlul. Ja. Stel nou straks met het nieuwe regering, nieuwe regime van de PVV. Wat gaan we met Sander doen? Ja, vertrekken, hè. Hoppakee. Opzout. Ik denk wel dat het woningtekort, als ik het zo direct is opgelost. Ja, dat is geen enkel probleem. Ik denk dat we woning overhouden. Net als in Argentinië. Vliegtuig en schuifopen wegwezen. u wilt nu mensen uit het vliegtuig naar de zee in dumpen? Ja, en wie dan? Nee? Schimmelpanic. Ja. En dan gaan we door, want... Het is weer zover, meneer Sinterklaas. Meneer Sinterklaasje, het is weer zover, meneer Sinterklaasje. Het is weer zover. We hebben weer scoop. Kom er maar aan. Yes! Mooi, Dat deed hij helemaal niet gek. Ja, mooi hoor. Nu lijkt wel een zanger, Sinterklaas. Moet ik zeggen. En dan gaan we naar adem, hè? Ja. En dan gaan we door, want we hebben een scoop over Enzo Knol. Oh! Enzo. Enzo Knol. Kent u Enzo Knol? Ja. Wat weet u van Enzo Knol dan? Hoe vervelend is dat? Die krijgt een baby. Ja, Jan. Ja, dat is de scoop. Sorry. Inpakken, verdomme. Kent u Enzo Knol? Nee, ken ik niet. Het is echt een nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Jan, leg eens uit bij Enzo Knol. Enzo Knol is een vlogger. Weet u wat dat is? Ja. Nee, hij filmt er altijd... yo, what up gasten? Weer een nieuwe dag. Yes, boom. En dan begint hij te vloggen. Bent, houdt u van vloggers? Ja. Die mogen blijven, denkt u, Sinterklaas? Meneer Sinterklaas, we hebben het antwoord nee nodig. Ja, we geven wel dit. Oh, je hebt het antwoord. Ja. Houdt u van vloggers? Ik hou er niet van. Nee, snap ik. Wat gaan we doen met al die vloggers? Geertje premier, dan gaan al die vloggers... Ja, die gaan we allemaal stemmen op de PvdA. Op de Partij van de Arbeid. Misschien, wellicht. Maar wat doen we met ze? Wat doen we met die vloggers? Die gaan... Wegwezen. Wegwezen, hoppa. Waarin? Ja, jongens. Alle vloggers het land uit. Ik ga verhuizen. Ja, ik ga verhuizen. Nee, u laat heel veel anderen verhuizen. Ja. Ik denk dat u de enige bent in uw dorp straks we kunnen het beste naar de Gaza-strook sturen. Ja. Enzo Knol op de Gaza-strook. Maar er was een scoop, Danny Boy. Was een scoop. Ja, Enzo Knol heeft nu natuurlijk een relatie sinds... toch wel enkele jaren ondertussen met Myron. Met Myron, die heeft hij ingeruild voor Day. Ja. En Day, daar wilde jij mee op date. Ja, daar ben ik ook geweest destijds, maar dat weet niet wat. Wanneer wat? Want Date, die zat alleen maar over zichzelf te zaniken. Ja, dat was een boel gedoe. Maar die heeft nu ook weer een ander en een kind. Ja. Maar als jij zo ziet, Myron... Ja, ik vind Myron een leuk jongetje. Nou, ik vind geen knappe vrouw. Nee? Nee. En als ik dan Enzo Knol, die is heel rijk. Huh? Nou, als je heel rijk bent en je kan geen knappe vrouw krijgen, dan is er wel iets met je aan de hand. Hmm. En ik heb wel eens gehoord wat zou kunnen zijn. Hmm. Dat is niet de scoop overigens, Sinterklaasie. Ik heb wel eens vernomen dat Enzo Knol een micropenis heeft.
Dat heb ik wel eens gehoord. Het nummer van Enzo hebben we niet, maar natuurlijk wel van zijn moeder Irma. Irma Krol, dat is zijn moeder die we ook beroemd worden. Die had laatst zichzelf uitgekleed door filmpjes als een vies oud flat life. Gewoon smerig. Maar goed, die wordt dan wel oma. En wij zijn een heel emotioneel programma, dus we gaan haar gewoon feliciteren. Ja, wat is nou mooier dan even bellen met Irma Knol? Straks krijgt die Enzo onder de deur. Nee. ik zit hier levensgevaarlijk, hoor. Ik zit er zoals aan het omkleden. Nee? Nou, hoeven niet bij me. Nee, hoor. Hallo? Irma met Dennis Schouten. Oh, hoi. Hi, hoe is ie? Laten we daarmee beginnen. Nou, is goed. Irma, we hebben een hele feestelijke uitzending. Sinterklaas zit vandaag in ons midden. Dus we hadden het eigenlijk over mooie dingen, de verkiezingsuitslag. En Sinterklaas. Gaat u nog wat leuks doen met Sinterklaas? Nee. Helemaal niet? Sinterklaas doen we al lang niet meer. Jammer. Hebt u nog wel gestemd, Tweede Kamerverkiezingen? Ja, natuurlijk. En waar hebt u op gestemd? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dan weten we genoeg. Mag ik u dan feliciteren? Nee. Oh. We gaan u wat vertellen nu. Misschien weet u het al, maar het is een, voor ons een verrassing, een scoop. Een enorme scoop. Wij hebben gehoord dat u oma gaat worden. Oh? Nou, ik heb geen idee, hoezo? Nou. Maar ik heb een mannelijke hond, dus dat kan niet. Mannelijke hond? We gaan eromheen draaien. Nee. Ik kan niet omheen draaien. Wat is er aan de hand dan? Vertel. Vrouw van Enzo is zwanger. Oh, oké. Nou, dan weet je meer dan ik. Ja, dat klopt. Maar dan wisten we eigenlijk het daarvoor al. Ik heb het deze week te horen gekregen. Ja. En we hebben het net gebracht en we denken, we bellen toch even vriendin van de show. Om je te feliciteren. Ja, mocht waarschijnlijk nog niet naar buiten. Maar ja. Het is niet chic van ons. Nee. Maar ze staan me niet bekend, maar wil je wel feliciteren. Gefeliciteerd. Geen idee waar je het over hebt. Nou, ja. Zeg het nog één keer. Nee. Vrouw van Enzo is zwanger. Die Mayron. Dat weet je meer dan ik. Dat is knap. Dat we willen u feliciteren. Gefeliciteerd ermee. Ja, je feliciteert me met iets waar ik geen idee van heb. En we zagen ook een filmpje, een omkleedfilmpje van u. Waarin u allerlei ondergoed paste. Oh, je bedoelt op mijn Insta? Ja. Mogen we daar wat over vragen? Je mag alles vragen. Hoe kwam u op dat idee? Nou, ik vind het heel grappig. Er is heel veel ophef over, hoorde ik al. Ah, valt alles mee. En als je mijn hele Insta bekijkt, dan zie je foto's van mij in bikini en bikini, nog een keer in bikini. Ik heb in, moet ik even denken, wanneer was het? Augustus, september heb ik dezelfde samenwerking met het lingeriemerk. Een heel leuk lingeriemerk, superbra. Dit is met Jan, ik ben natuurlijk wat ouder dan Dennis. Dennis die zei, ik vind het een beetje smerig, dat oude lijf. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het heel vaak bekeken. Op een gegeven moment dacht ik, geef het toch een ruk, Jan. Weet je, iedereen moet lekker denken wat hij wil. Ik ben er super trots op. Ik op een gegeven moment ook. Ik heb allemaal positieve reacties. Ik ben ook positief. Laat iedereen lekker denken wat hij wil. Het heeft twee dosis tissues gekost. Ik zou zeker dat ik er zo uitzag. Dus dat is ook de hele dag in de spiegel te kijken terwijl ik aan mezelf zat. Nou, fantastisch. Irma, liever een kleinzoon of een kleindochter? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Nou, over het kind van Enzo. Ja, praat maar wat, maar ik heb echt geen idee. En je begint ineens van de lingerie naar kleindochter, kleinzoon. Nou, er zit één overlappend onderwerp in en dat is zaad. Ik luister. Superscoop. Nee, maar luister. Ik heb het gehoord vanuit iemand die mij berichtte. Die kon bewijzen dat hij bij de inner circle van die migrants zit. Jezus. Het is gewoon 100% waar. Het is 1000% waar. 1000% waar. Ik heb het ook al een keer gezegd, maar dat heeft ons er wel geld gekost. Ja, maar dit is 100.000% waar. Maar jij voelt niet dat zij het onderwerp wou wegduwen? Jawel, zeker. Ik vond dat zeker waar. Dennis, ik kan maar één ding zeggen. Puikstukje journalistiek werk. Dames en heren, ja, daar zijn we weer. Met Sinterklaas. En dan gaan we naar een blokje waar normaal altijd de gast in het midden voor moet wijken. Zeker. Maar dit keer zal hij niet bezwijken. Ja. Pakt u maar wederom koffie en cake. We gaan naar het moppie van de week. Hoppa.
Ja, en ook als Sinterklaas er is, als de goed heilig man er is, dan is het favoriete rubriekje dan weer het moppie van de week. Ja. En deze week zit tussen ons in... Tamara! 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 Ja. Hey, Tamara, ik moet eerlijk zeggen, je bent... Bij Sinterklaas valt niet alleen zijn meid eraf, hij jocht ook net zijn tabbertje vol. Ja, het heeft wel een grote... Wat zie je nou dat het bewegen? Ja, lieverd, het is gewoon een grote staf. De staf van Sinterklaas, dat is inderdaad niet niks. Nou, hartstikke mooi. Eventjes iets anders. Tamara, welkom bij Roddelpraat. Je zit op de schoot van onze Sint. Ja. Hoe zit het? Nou, de goed heilig man zit erg fijn. Hartstikke fijn. Je kunt natuurlijk meer zien van Tamara op moppievandeweek.nl. De vraag is natuurlijk een beetje, wat voor content kunnen we zien? Of wat voor kont kunnen we zien? Solo content, kan je van mij zien. Ik doe ook giveaways, dus als je fan bent, doe ik eens in de zoveel tijd een giveaway. Dan pijp ik je een keertje lekker klaar. Mag je het lekker filmen. Oh, ik denk dat de uitzending al offline is gegaan. Nee, schat. Oh, oké. Okay. Dus gewoon proteïne, niks meer. Pijpje een keer lekker klaar. Is dat nou, reclame maken, anno 2000? Nou, laat ik het zo zeggen. Moet eerlijk zeggen, het is misschien een licht ordinair cadeautje. Maar ik ken wel heel veel mensen die daar blij mee zijn. Ja, maar liever een witte kerst, we gaan de kerst. Maar als in. Jij dan met iemand op date gaat, zeg je dan ook tegen iemand: heb ik pijpje even lekker klaar? Nee, lieverd. Oh, god. Dat is toch gewoon een giveaway voor Maar je zit... Het is gewoon werk, schat. Het is gewoon werk. Maar jij zit ook aan mannen. Nee, ze pijpt luchtledig. In de lucht. Nee, maar misschien ik dan... Ik ga jou pijpen, maar 1,5 meter afstand. Nee, maar soms zie mensen voor de bij mij is dat niet de 1,5 meter afstand, maar vanaf 25 centimeter weet je het wel. Ik wist niet dat het ook... Ben je droge keel. Ik wist niet dat... Jij doet ook escort. Nee! Oh, ja, nou. Het is een cadeautje, een giveaway. Ja. Maar wat is de giveaway dan? Ik pijp je lekker klaar. Kom maar een keer bij me thuis. No. Dan moet je alles zien. Nee hoor. Goed, je zit nu op schoot bij Sinterklaas. Ja. Sinterklaas, hoe bevalt dat? Eerlijk. Ja? Kun je mijn staf even vasthouden, alstublieft? God, zal maar raken. Moet nog een beetje opgewarmd worden, Sint. Geweldig. Sint, ga je nog met iets strooien? In een of andere hoek? Ik denk het wel. Nee, maar Sinterklaas is hier natuurlijk niet voor niks. Nee. Ga jij nee, nog nee, iets nee, nee. liefst doen voor Sinterklaas? Ga ik nog wat liefst doen voor Sinterklaas? Ja, dan doe ik mijn oogjes toe. Heb je nog verlangens? Ik heb wel verlangens hoor. Ja, ik wil heel graag het roze koekenspel doen met Johnny. Sint. Heb je nog een verlanglijstje niet? Heb je nog verlangens? Dit is... Ja, ik ben gewoon een oude geil. Mijn verlangen zit ik nu mee aan tafel. Dit is hoe mijn dromen beginnen. Kijk, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon het roze koekenspel doen. Jullie gooien dan een beetje kwak op. Ik eet het op. Dit is gewoon... Ja, sorry hoor. Maar, ja, maar kijk, als niemand mag met de kerst alleen zijn. Kijk, ik wil... Dit is gewoon wat ik graag wil. Met de kerst. Dennis. Hou je niet van roze koeken? Nee. Vind je dat niet fijn in de laatste keer dat ik roze koek had, was bij een concert van Mika. Dat is ook al jaren niet meer in. Waarom zie je nou zo met je voeten tikken? Ja, ik vind het op een gegeven moment... Ben je zenuwachtig? Nee, maar ik vind het... Ik dacht dat we met de rubriek hier... Het gaat weer toch verder, weet je. En ik denk dan een bepaalde grens bereikt van wat ethisch verantwoord is. En nu gaat het van, oh god, zal ik je even lekker pijpen tot kwakkers even de roze koek in. Ja, dan op een gegeven moment... Kom maar eens kijken wat ik op uw roze koek vind. Ja. Ken je toch wel, Dennis? Dat ken je toch wel, schat. Nee, Sinterklaas. Kom maar eens kijken wat ik op je kwakje vind. Je kwakje vindt? Sorry, of koekje vindt, sorry. Zij is voor groot en klein. Klein, groot en klein, groot en klein. Ze is voor groot en klein. Oh jongens, vindt ze fijn. Ze slikt het als dikke zoete koek. Hij likt het. Het maakt niet uit, ik boek. Dennis. Kwak, godverdomme, die roze koekjes onder. We hebben ook net de verkiezingsuitslag. voor me. Heb jij nog gestemd? Nee, want mijn hond was doodziek. Ach, wat erg. Wat had hij? Ja, die heeft net de hele hang onder gezeken. Op moppievandeweek.nl sta je deze week als moppie van de week. Ja, we weten dat je giveaways doet, maar is er toevallig ook nog een kortingje voor de kijker? Ik heb 50% korting, speciaal voor Roddelpraat. Hoppatee! 50% korting en je naam gaat in het bakkie voor het
voor het kwakkie. Black ja, Friday. Zeker. Dus tenslotte nog de vraag. Ja, Sinterklaas die vroeg het net tegen mij toen jij er nog niet was. Oh. Krijgt Sinterklaas nog een kusje? Waar wil je hem? Ja. Onder de kijkers thuis op mijn mond. Oh, op je mond? Waar die oude geil er weer aan? Oh, mijn lippen. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit hoor. Ja. Voor de kijkers thuis op mijn mond. En, want anders zat ze onder tafeltje Sinterklaas, oh, denk ik zo. Ja, god, wat een oude geile pik ben je toch? Goed, regisseurtje, ja. Ontbreekt er nog iets? Ja, ja! Oh. En dan gaan we naar de onthulling. Het is net de Masked Singer, hè? Weet ja, je? Ja, het is net de Masked Singer. Spannende muziek. Ja, want wie ja, is nou toch Sinterklaas? Sinterklaas. Ja, gelukkig heb je zo lang nog niet gedoemd in de uitzending. Nee. Is nou Sinterklaas. En dan houden we u ook nog heel even in spanning. Ja, ja. Het gaat ja, er bijna komen. U weet het zelf gaat misschien echt ook bijna niet. Komen. Bijna zit er en u komen. Gaat ons nog voorzien van een optreden. Dus ja. Blijf heel even hangen. Blijf maar kijken. Eerst is het tijd voor de boodschap. Het is tijd voor het. Ja, en dan moeten we toch nog heel even wachten op de unboxing, van Sinterklaas. Want wie is Sinterklaas? Mm. Ik kan één ding vertellen, blijf kijken, wereldartiest. Ja, maar Sinterklaas zit ook in de extra uitzending. Ook. Wilt u die nou, wilt u dat nou zien, dan moet u ons eventjes helpen. Word dan donateur van dit mooie programma via... Zeker. Rollenpraat.backme.org. 5 eurotjes, zodat we dit prachtige programma kunnen maken. Zodat we hiermee door kunnen gaan. Ondanks de tegenwind die wij voelen bij YouTube en alle andere vreselijke politiek correcte rotzakken. 5 eurotjes per maand. En dan kunnen wij dit maken. En dan doen we iets terug. Een kleine geste, jazeker. Alles wat we overhouden. En we halen best wel wat over. Want veel mogen we niet uitzenden. Ook wat u ja, Sinterklaas ja, u heeft ook nog wat grove dingen gezegd. Sinterklaas, u bent wel vaak een beetje van dat u zegt... Nou, nou, dat gaan we niet doen. Toch maar niet uitzenden. Heeft u het al gezegd? Nee, dat klopt. Want er zijn af en toe wel eens uitspraken bij. Ja. Maar die hebben we er allemaal uitgekend. Dus Sinterklaas. Waar ik het niet helemaal mee eens ben. Nee, maar die zitten dan in de extra. In de extra, dat ziet niemand. Mag dat wel? Mag ja, dat mag wel. Ja, schep het. Of denkt u dat bepaalde mensen donateurs ja, zijn? Ja, ik denk net toen dat dingetje van die Kamerling. Dat, ja. Vind ik, dat ja. Is toch iets... Nee. Ja, 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 dat gaat. Dat zit in de extra. Nee, waarom is dat nee, eigenlijk gevoelig? Nou, ik vind dat... Kijk, iedereen die weet dat ik hier weer kom, die... Nee, we praten er niet die over. Die verwachten zoiets. Nee, we praten er niet over. Nee, gaat verder. Dat allemaal bijvoorbeeld dus in de extra roddelpraat.backme.org. Ja. En dan gaan we naar Jan en Dennis Zonne-Energie. Hebt u al zonnepanelen? Ja. Ja, ben je er blij mee? Nee, maar ik wil luisteren, ik struik met mijn paard. Ja. Want het is een verschrikking op dat. Maar bent u blij met de zonnepanelen? Ja, 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 ja. Ik heb 15 liggen. Ja, oh. Zo, pittig, wat een enorm dak. Nou, wilt u ook prachtige zonnepanelen? Ga dan naar jannedennenzonenergie.nl. Want wij hebben de allermooiste panelen voor weinig. Geinig voor weinig en snel op het dakkie. Pakkie, kakkie, lakkie dakkie. Ja, en ook airco's jannedennenzonenergie.nl. En dan gaan we ook naar het afbouwcollectief. Die net de nieuwste acties naar mij heeft gestuurd. Ja, ja. Op WhatsApp. Het is een internationaal bedrijf, want het is namelijk het afbouwcollectief.com. Ja. Niet nl.com, zodat de hele wereld kan genieten van die prachtige aanbiedingen bij het afbouwcollectief. Zoals Sinterklaas, laat ik spuiten. Voor maar nu, voor maar. Dat is geen geld. Ja, hoeveel dan? €8. Per vierkante meter. Nou, dat is niks. Dat is geen geld. Een aanbouw al vanaf €950. Het lijkt wel een cadeautje. Per kuub. Dat is toch een cadeautje, Sinterklaas? Ja, 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 ja. Dakreparaties bij lekkages of een compleet dak. Oh! Nou, daar staat geen tarief bij. Nee. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is niet, Sinterklaas, doet u eens een bedrag en daar gaan ze het voor doen. Ik denk, zo'n dak, het flink groot dak. Hun afbouwcollectief. €1.500. €1.500. Nou, dat is geen geld, Sinterklaas. En dan in plaats van een nieuwe badkamer. Kan al vanaf. €5.000. Hartstikke flats idee. Dat is toch ook maar een cadeautje. Dat kan zo in de zak van Sinterklaas. Ja, zeker. Zo is het toch. Sinterklaas, hebt u al een warmtepomp?
Nee, nog niet. Nou, dan kun je direct gaan besparen op jouw gasverbruik. Appa. Zonder grote aanpassingen. Dus dat doe je met een hybride warmtepomp. 100% zeker. Die bestaat uit twee delen. Binnen en de buitenunit. De buitenunit zorgt ervoor dat de buitenlucht wordt omgezet in warmte om de woning te verwarmen. Appa. De warmtepomp maakt gebruik van elektra. Appa. Echter, het levert je 4 keer zoveel warmte terug. Hatsie. En werkt dus deels samen met je cv-ketel. Appa. Alleen wanneer de buitentemperatuur ver onder het vriespunt is. Ja. Hatsaflats. Ideaal dus als je zonnepanelen hebt en je kan gewoon je huidige radiatoren behouden. Nou, dat is top. De zonnepanelen via Jan en Dennis Zonne-Energie en dan ook nog via het warmtepompencollectief. Dan leef je voor niks. Ah ja, dat wordt bijna gratis. Bespaar minimaal 75% op je gasverbruik. Dat is niet maar, dat is veel. En waar is dat met afbouw? Nee, dat is een warmtepompcollectief. Ja, dus warmtepompcollectief. Afspraak, Sinterklaas. Ik ga toch eens even kijken, ja. Op het warmtepompcollectief, heel goed, .nl. En je hebt dan een warmtepomp in huis vanaf €4600, inclusief volledige installatie met warmtegarantie. Plus subsidie. Ja. Maar €2400 kun je nog gebruik van maken. Van dikke. Nu nog even, dit jaar, staat hij nog vast. Kijk, want nog even wachten, dan als de Wilders aan de bak is, dan wordt het misschien wel 3000. Ik verstond hier niks van. Als Wilders en dat we nog meer subsidie hebben. Oh ja, zeker, ja. En deze week op Roddelpraatbeshop, op alles, 20% korting. Yes! Wat wij doen, niet alleen aan Black Editor en Black Cameraman, maar we doen ook aan Black Friday. Wat al geweest is. Maar toch, 20% op alles. En voor de kerst, of Sinterklaas, nu even wat snel iets onder de boom of onder de schoorsteen. Ja, 20% korting. Ja. Leuke dag voor Sinterklaas. Punt. Zeker, shop. Zeker. En Miranda ook, hè? Ja, en Miranda. Wie is Miranda? 5% korting. Was ik in Miranda? Wie is Miranda? Oh, die Tamara. Ja? Tamara. Zit nog steeds een beetje in je hoofd, Sinterklaas. Dan is het nu tijd voor het moment waarop heeft gewacht. Het spannende moment, spannende muziek. Wie zit er onder het Sinterklaaspak? U gaat het horen, we gaan zingen, we gaan swingen. Daar komt hij dan. Oh, hey. Iedereen wist het. De kastelein, de bakker en de slager. Ja. Iedereen wist het. Maar bij mij viel het kwartje pas veel later. Iedereen wist het. Dat jij een vrouw met twee gezichten bent. Een engel aan de ene kant en aan de andere kant heb ik mijn vingers verbrand. Ze kneep me uit tot mijn allerlaatste cent. Het is Mr. Nightlife! Hey! Laat ze door, hè? Zeker. Jij was mooi en ik viel meteen voor jou. Jij was alles wat ik in mijn leven miste. Jazeker. Ik vertrouwde jou, gaf je alles wat je wou. Maar het is duidelijk dat ik me dus vergiste. Zeker. Je bleef je oude vriendjes ontmoeten. Wat een snol. Vierde feestjes kwam een zuur verdiende loon. Abadee. Kochte kleding in de allerduurste zaken. Je loog en bedroog, maar dat vond je heel gewoon. Heel gewoon. Iedereen wist het. De kastelein, de bakker en de slager. Ja. Iedereen wist het. Maar bij mij viel het kwartje pas veel later. Iedereen wist het. Dat jij een vrouw met twee gezichten bent. Aan de ene kant, maar aan de andere kant heb ik mijn vingers verbrand. Ze kneep me uit tot mijn allerlaatste cent. Oh, scheidwijf. Ja. Dan gaan we ze allemaal een beetje meetellen, jongens. Ja, meetellen. Gaat het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 1. Speciaal, jongens, en speciaal 1, voor de jongens 1, dat sneekten, jongen, een extraatje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nu ben je met een oldersom vertrokken.
op zoek naar een gemakkelijke prooi. Allemaal land uit! Ik weet zeker dat het iedere keer zal lukken. Ja, ja! Want jouw innerlijk geluk is slecht, maar Tom Hulsel is zo mooi. Iedereen wist het. De kastelein, de bakker en de slager. Ja, ja. Iedereen wist het. Maar bij mij viel het kwartje pas veel later. Oh. Iedereen wist het. Dat jij een vrouw met twee gezichten bent. Een engel aan de ene kant, maar aan de andere kant heb ik mijn vingers verbrand. Ze kneep me uit tot mijn allerlaatste cent. En met z'n drietjes, jongens. Mooi! Hey. Hey. Dames en heren, tot zover Mr. Nightlife. En nog veel meer van Sinterklaas Nightlife in de extra. We zien u heel graag daar. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En tot snel. Kusjes naar u. En voor de mensen die niet meedoen, die gaan allemaal het... Land uit! Hoppakee! Doei!